Hallo studenten en medewerkers van het Cornemeen College. We hebben nu al een jaar te maken met het coronavirus. Een tijd waarin heel veel bijeenkomsten en lessen niet door konden gaan. Aan de lege gangen en lokalen leek het wel of de tijd stilstond. De omschakeling naar lessen online was en is nog steeds een pittige. En ondanks dat en alle coronamaatregelen hebben we het afgelopen jaar heel veel mooie dingen met elkaar gerealiseerd. Eigenlijk te veel om op te noemen. Daarom geven we je een korte terugblik op wat we het afgelopen jaar allemaal met elkaar hebben gepresteerd. Hier mogen we met z'n allen heel erg trots op zijn. We zijn begonnen met het opzetten van de livestreams, vaak in samenwerking met studenten. We bleven met elkaar verbonden. We bleven goede dingen doen voor de wereld om ons heen. Projecten en onderwerpen die we altijd al belangrijk vonden gingen door, soms in een andere vorm. Corona wakkerde ook juist onze creativiteit aan en er ontstonden mooie dingen. Gelukkig kunnen we nu al wat meer op het Koning Willemijn College zijn. Omdat alle studenten in ieder geval één dag per week naar school mogen komen. We kijken ernaar uit dat we elkaar straks weer vaker kunnen gaan ontmoeten. Het is nu tijd om te gaan genieten van een welverdiende meivakantie. Pas goed op jezelf, pas goed op elkaar en dan zien we elkaar weer na de meivakantie. Tot ziens!